We zijn begonnen hoor. Ja. Ik heb niet zo heel veel geslapen. En jij hebt ook een stuk van het debat gezien, allebei niet. Ja. Dus, ik heb een stuk... Maar ik denk wel dat we coherenter zullen zijn dan Joe Biden. En misschien ook wel coherenter dan Trump, want die vond ik ook niet... Die was niet gewiekst en grappig als hij kon zijn. Nee, Trump is... ik denk dat dat komt ook omdat Trump een gevoed moet worden door... Entourage. Ja, precies, door het publiek. En hij had nu natuurlijk een lege studio met twee CNN-encores. Ja. Nou, de grappige filmpjes kunt u allemaal op YouTube of Twitter allemaal terugvinden. Ja. Want er waren natuurlijk best wel weer een paar versprekingen. Een boel. Een boel. En ook... ook gewoon dat van Charlottesville. Gewoon die absolute leugen dat Trump daar... in zijn algemeenheid zou hebben gezegd dat er ook goede mensen onder de naties met de swastika's zouden zitten. En Charlottesville, daar zou hij dat gezegd hebben? Of? Daar zou hij dat over gezegd hebben. Er waren toen rellen tussen links en rechts. Maar er waren ook gewoon heel veel, er waren allerlei groepen. Er waren extreemrechtse groepen, er waren extreemlinkse groepen. Daar werd op een gegeven moment geknokt. En hij zegt dan ergens in een interview, wordt hij naar gevraagd, zegt hij, nou los natuurlijk van de white nationalists, zitten er gewoon aan beide kanten gewoon prima mensen ook tussen. Dus we moeten daar niet een partij in kiezen. En dan los van de white supremacists, dat wordt dus altijd weggelaten. Dus dan wordt de quote van aan beide kanten zaten prima mensen. En dan zie je weer die mensen lopen met die hakenkruizen. En dat herhaalde Biden dus. Ja. Maar ik heb... Het is een beetje een soort omvolkingsdebat eigenlijk ook. Ja. Daar moeten we het zomaar over hebben. Ik heb... Kijk, inhoudelijk maakt het eigenlijk allemaal niet uit wat er gezegd werd. Beide zeiden wel eens dingen die volgens mij niet zo kloppen, zeg maar. Bij Trump wat je verwacht. Hij zat gewoon op te scheppen zo nu en dan. Ja. En dan zegt hij 100. Nee, wel 1000. Nou ja, dan weet je ook wel van... Dat is ook zoiets van, straks komt mijn oom en die gaat je helemaal in elkaar slaan. Ze gingen op een gegeven moment ruzie maken over wie een beter handicap had met golf. En wie er dikker was of dunner. Ja, en ik wil best met je golfen als je zelf je tas draagt, zei Biden. Wat ik op zich een grappig grapje vind, maar wel met moeite erbij gesleept. Ja. Ik, een paar weken terug, toen die regels voor het debat werden bekendgemaakt... Ja. Toen hoorde ik een stukje van de No Agenda podcast. En Adam Curry is natuurlijk, weet je. Die zit natuurlijk vaak wel een beetje op de complothoeken en zo. Maar wat hij zei, maar hij heeft natuurlijk wel technische kennis. Ja. En wat hij toen zei, en ik vind dat eigenlijk realistisch als ik nu naar het pad heb gekeken. Is hij van, er moet geen publiek bij zijn. En ze mogen niet door elkaar praten, omdat Biden... een oortje heeft. Ja. Ja. Want dan raakt hij anders in de war. En als je kijkt naar die anderhalf uur... Kijk, je kunt zo'n man... Ik heb het bij mijn moeder gezien. Hè? Mijn moeder die is natuurlijk jong, dement geworden. Ik heb dat hele proces gezien. Een man die in deze staat is, die kun je volgens mij niet preppen... dat hij na een uur nog een antwoord geeft... wat in ieder geval gaat over het onderwerp waar de vraag over ging. Al helemaal niet als iemand anders daarvoor nog heeft gesproken. Dat gaat echt te ver. Ik denk dat dit klopt. Ja, maar op een gegeven moment, een paar keer zie je Biden zo in zijn zin verzanden en naar beneden kijken. Om dan terug te komen met één woord om de zin af te sluiten. Ja. Ik had dat net eventjes opstaan. Ik weet dan niet of dat woord dan ook nog to the point was. Of dat gewoon een willekeurig woord was. Dat, weinig was echt to the point. Hè? Ja. Maar zelfs de Democraten hebben nu gezien dat dit niet goed gaat. En nu gaan er de stemmen op om hem voor de verkiezing nog te vervangen. Ja, de vraag is natuurlijk... Door Gavin Newsom, die wordt genoemd. Ja. Maar mag dat zomaar? Volgens mij niet. Je hebt die primaries gehad? Ja, volgens mij niet. Volgens mij kan hij niet weg. Kijk, wat ze kunnen doen... Kijk, hij kan weg en dan wordt hij opgevolgd volgens mij door zijn VP-kandidaat. Ja. Dus volgens mij is de weg die kan, is dat, hij dus niet Kamala Harris kiest als VP. Ja. Daar wordt nu een beetje als vanzelfsprekend van uitgegaan. En dat is natuurlijk ook te doen gebruiken. Als Kamala Harris iets kan verzinnen waardoor ze
Ja, ik kan zeggen, ja, ik kan dit de komende 4 jaar niet doen, want dit is belangrijker voor mij. Weet ik voor wat, de man valt, heeft een gebroken heup of zo. Hè? Ja. Dan moet je natuurlijk zelf verzorgen. Dat is heel normaal bij rijke mensen, dat je dat zelf doet. Mm-hmm. Dan zou zij dus opgevolgd kunnen worden door iemand anders. Dan kan Biden nu gewoon aftreden als president, want hij is natuurlijk nog president. Dan volgt de VP hem op. Ja. En ik denk dat hij dan ook zijn kandidatuur overneemt. Ja, maar dat klinkt toch echt een beetje als vals spelen. Ja, maar er is niet... Eigenlijk moet je gewoon... Wat zijn de regels als een presidentskandidaat doodgaat? Die regels moet je toepassen. Want dat scenario is er eigenlijk aan de hand. Het is gewoon een levende dooie. Ja. Anyway, kennen we die Gavin Newsom? Ja, zeker. Is die lachen of is die kut? Dat is een afschuwelijke man. Ja, ik vind het namelijk wel een gave naam. Gavin Newsom. Het is ook iets weeks in, hoor. Het is wel echt een paarse broekennaam eigenlijk. Nou, ik... Oh. Hij is de governor van Californië. Hij is de man die zei van... In mijn beleving is dat nog steeds Arnold Schwarzenegger, maar dat... Hij is de man die tijdens COVID zei, nee, je moet niet naar het strand gaan. Oh. Want dan verspreid je het, zeg maar. Ik vind dat... Hij is de man die alles, zeg maar, mondkapjes... gewoon zijn eigen regels hield hij niet aan, zeg maar. Feestjes mochten niet meer. Hij ging wel naar een feestje. Maar dat was toch geen democraat die zich aan de regels hield? Ja, toch ook Pelosi die dingen deed en... Dat weet ik dan. Nog een paar dingen. Nou ja, dat weet ik niet. Het is lang geleden. Het is een zwart gat waar ik niet meer aan wil denken. Ja, dit gebeurt er. Maar ik denk dat Biden moet weg. En ik denk... Lijkt me ook. Waarom wilden ze zo vroeg een debat hebben? Waarschijnlijk om dit nu duidelijk te maken. Van, oh kijk, het kan niet meer. We moeten van hem af. Ja, het is natuurlijk ook nog wel vroeg, hè? Juni, juli, augustus, september, oktober. Ja, waarom is er nu dit debat? Ja, we gaan twee debatten doen. Doe een half jaar van tevoren. Waarom? Omdat we nog na het debat een boel moeten doen. Jij bent ook goed in conspiracies. Echt? Ja, nou kijk. Het ding is... Het ding is... De laatste tijd zag je best heel veel mensen, bijvoorbeeld ook nog de vrouw van Biden, die bij The View zat en zo, die allemaal echt net doen alsof er niks aan de hand is. Nee hoor, hij is scherp, hij is crisp. Nu weet iedereen, die hebben allemaal gelogen. Ja. Allemaal. Biden gezien in dat filmpje na afloop dat ze naast Biden staat in een soort zaaltje met getrouwen van... Je hebt het zo goed gedaan. Je hebt op alle vragen antwoord gegeven. En Trump was een leugenaar. Als een soort moeder die de kleuter ophaalt. Oh, je hebt het zo goed gedaan. Ik heb even kijken of ik die hier paraat heb, hoor. Fuck, het is allemaal zo slecht georganiseerd. Dat krijg je ervan als je probeert 's nachts een debat te kijken, mensen. Dan ben je er gewoon, niet bij. Ik heb echt te weinig geslapen. Ja, even kijken. Hij zit in dit rijtje. Zit die. Hier. Even kijken, dit moet hem zijn. Nou ja, laat hem zitten. Hij pakt het wel op. Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. En dan glimlacht hij. And let me ask the crowd, what did Trump do? Je hebt op alle vragen antwoord gegeven en je had je feiten paraat. Oh ja, ja, ja. Ja. En dan staat hij er met een soort van... Did I? Ik ben zo benieuwd wat er echt aan de hand is daar, zeg maar. Hoe dat zit, hoe dat met verschillende facties zit. Het is eigenlijk onvoorstelbaar wat daar is. Je kunt bijna niet anders dan conspiracy-theorieën gaan verzinnen als je kijkt wat er nu in de Amerikaanse politiek gebeurt, zeg maar, de afgelopen, een beetje 6 jaar. Ja. Gewoon zo'n Joe Biden, zo'n man die daar staat, volstrekt incapabel. Er wordt al gezegd, hij is een soort van zetbaasje voor Obama, die eigenlijk gewoon zijn hele beleid aan het voortzetten is via Joe Biden. Maar dan nog is het toch eigenlijk onvoorstelbaar dat je daar dus een demente gek voor moet hebben. Ja. Die zijn hele leven lang onbetrouwbaar is geweest. En dit wisten ze een jaar geleden ook al? Dit is een jaar geleden al, ze wisten het 5 jaar geleden al.
Waarom is hij niet weer afgetreden? Nou, oké, ik snap dat je niet Kamala Harris voor hem in de plaats wil, maar waarom is hij niet eerder... Kijk, Kamala Harris die kan zich volgens mij gewoon sowieso terugtrekken. Die kan gewoon op een gegeven moment zeggen, ja, ik wil geen VP meer zijn. Had gekund. Ja, kan ze alsnog. Maar dat wil ze misschien gewoon ook echt niet, hè? Nee. Ja. Zij heeft ook een ego, stel ik me zo voor. Zij leeft in een wereld waarin je, ja... Ja, waarin je wat bent... Wat voor wereld leeft zij eigenlijk? Ja, in de wereld waarin je bent welk ambt je bekleedt. En dat is nu het ene hoogste ambt van de Verenigde Staten. Dus dat vind je gewoon gaaf. Ja. Wat gaat er gebeuren? Ja, dat was natuurlijk ook zo'n verhaal dat Hillary Clinton het alsnog zou overnemen. Huh? Ja. Wordt het een beetje saai? Moeten we nog gaan naar een ander? We zitten heel veel te speculeren, we hebben geen feiten. Moeten we het over voetbal hebben? Of heb je hier nog wat over te zeggen? Nee. Nee, hè? Denk ik niet. Ik kan altijd later nog, we zijn toch niet consistent. Nee. Er is niemand die hier naar luistert om geïnformeerd te worden of wat dan ook. Eigenlijk denk ik onze luisteraars, dat zijn over het algemeen eenzame mensen die zelf niet iemand hebben om slap tegen aan te ouwe hoeren. En dan doen ze het dichtstbijzijn en dat is luisteren naar andere mensen die dat doen. Ja, misschien moeten we toch weer terug naar de naam lullen over nieuws. Ja, het is zo plat. Het is zo plat. Ik had gehoopt dat we wat chiquer zouden zijn. Ja. Maar we worden Europees kampioen. Dinsdag tegen Roemenië. We hebben drie... Ik weet het niet. We zitten aan de goede kant van het schema. Nou, dat zaten we 4 jaar geleden ook. En toen gingen we er huilend uit tegen de Tsjechen. Ja. Dus nu gaan we er huilend uit tegen de Roemenen. Ja, maar... Maar jij had een opmerking. Ik ben een leek. En ik heb normaal gesproken altijd als ik naar... Eigenlijk ieder toernooi van Oranje was voor een groot deel dat team dan maar, ja, weet je, was een beetje aan het overspelen en zo. Maar eigenlijk ging er geen bal in. En dan soms aan het eind nog eentje. Maar dan voelde het altijd als een totale bevrijding. Of dan was er een tegengoal en dan stort het helemaal in. Oh, dan waren ze allemaal... Voelde altijd emotioneel, voelden die teams altijd heel kwetsbaar. Gewoon het kleinste zuchtje wint en iedereen die was aan het huilen en zijn wonden aan het likken. Een beetje Gen Z of Millennial, ja. welke is het dan? Volgens mij is het Gen allebei Z. Hebben dat wel een beetje. Ja. Maar dit team vind ik eigenlijk heel veerkrachtig. Gaat een bal tegen, nou, en dan even later doen ze er zelf eentje in en zo. En dat is, in die zin heb ik er wel vertrouwen in. Dit is voor het eerst dat ik wel... Denk dat als je naar een wedstrijd kijkt en je krijgt een tegengoal en misschien nog een tweede, je kunt de hele rest van de wedstrijd hoop houden dat zij er ook gewoon 2 in gaan doen. Dus mentaal vind ik dit een sterk team, heb ik de indruk. Maar dus in die zin heb ik wel hoop er eigenlijk. Er worden wel hele grote fouten gemaakt, ook al gaat het met Van Dijk, die stond bij een doelpunt van Oostenrijk gewoon te slapen om twee mensen buitenspel op te heffen. Ja, laat ik zo zeggen. Het zou wel heel knap zijn als dit team überhaupt in de halve finale komt. Oké. Dan moeten ze eerst van Roemenië winnen, dan van Oostenrijk of Turkije. Ja, we gaan wel van Roemenië winnen. Ja, en dan moeten we dus weer tegen Oostenrijk als die van Turkije winnen. Dan krijg je een soort revanche gevoelens. Dat zie ik dan. Dat gaat ook nog wel gebeuren. En dan in het beste geval, als je de statistieken volgt, dan kom je in de halve finale tegen Italië of Engeland. Nou, zou Engeland zo ver komen? Nou ja, maar... Dit klinkt toch als een weg die kan? Roemenië... Ja, het klinkt als een weg die kan, maar... Het is een beetje om... Toch uiteindelijk heeft niet de professionaliteit die wij hebben. Ja, maar Nederland die speelt altijd het best als ze in de groep des doods zitten. Als iedereen denkt we worden derde of laatste. En elke keer als we denken dat we er doorheen wandelen, dan... Nee, maar dat denkt niemand nu. Luister naar jezelf. Dit is toch niet een verhaal van oh, we gaan er doorheen wandelen. En dat is toch wat je van niemand hoort, zelfs van de speler zelf niet. De paai denkt wel zo. Is de grootste zwakke schakel in dit team. Langmoedig, is dat een woord? Langmoedig is zeker een woord. Ja. Wat exacte betekenis is. Ik denk eigenlijk dat de exacte betekenis fraaier is dan wat je bedoelt. Oh, ja. Nou, in ieder geval... dat fix ik wel even. En dan net een te slap balletje. En dan net een... Ja. Ja.
Zeg, wil je nog weer koffie? Nee. Nee? Nee. Ik wel. Hij heeft wel gescoord, hè? Ja, als jij dan toch koffie gaat maken, wil ik wel meer koffie. Ja. Want ik ben nog maar net... Ik ben mooi ook. Wakker. Ik ben ook niet wakker. Oh. Ik zet hem even uit. Oh, dat is ook wel een goed idee. Zo, koffie, ja. Plaspauze, ja. Voetbal. Dit is een nieuwe aanpak voor koffie. Dat is er dan in één keer. Dat is er dan in één keer, niet meer dan voor de kijker. Wij hebben net meegemaakt hoe dat ontstond. Ja. Morgen gaan we weer, wat is het? Italië, Zwitserland en Duitsland, Denemarken. Kijk je er naar uit? Duitsland, Denemarken. Duitsland doet het eigenlijk niet zo goed, hè? Wel, die doen het wel goed. Ja? Twee wedstrijden heel goed en de wedstrijd waar het niet echt hoefde, deden ze het ook niet. Nee, oké. Okay. Nee. Tenminste, ik zag ze tegen Zwitserland en dat... Ja. Ja. Zullen we even wat ik weet eigenlijk niet zoveel van andere teams. Eventjes. En ik heb ook Spanje nog niet gezien, maar jij wel. En volgens jou is Spanje gewoon het beste team, toch? Spanje is absoluut het beste team. Ja. Ja. Dus als wij de finale bereiken, dan is dat tegen Spanje. Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja, tenzij natuurlijk er een soort hak- en schopwedstrijd tegen Portugal komt. Ik bedoel, ze moeten wel... aan die kant zitten wel alle sterke landen. Dus het is... Ja, waarom is Portugal eigenlijk zo sterk? Omdat die, wij zijn gewoon bang voor Portugal. Ik weet niet of Portugal zo sterk is, maar Nederland verliest altijd van Portugal. Ja. Zeker op toernooien. Ja. Dus wij... Want ik dacht vroeger altijd van, oh ja, Nederland, heel klein landje. Waarom zijn we zo goed in voetballen en zo? Dat was ik altijd gewoon ook bijzonder. Maar Portugal is gewoon een kleiner landje dan wij. We wonen gewoon 6 miljoen mensen minder. En ja, de hoeveelheid inwoners, dat is natuurlijk wat telt. Daar komt je... Nee, maar we zijn inderdaad op de UEFA-ranking ook... ongeveer even hoog. Ja. En we zijn allebei een keer Europees kampioen geworden. Ja. En ja, nee, dat is vergelijkbaar. Ja, maar eigenlijk zijn ze dus beter, want ze hebben een kleinere pool om talent uit te halen. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Sorry hoor. Er was een beetje ophef in het land. Laten we maar weer even over politiek gaan praten. Ja. Want ministers en... Faber en Omvolking en Groot Wassink die de telefoon niet meer op wilde nemen. Ja, Groot Wassink, dat was... Leg even uit, mensen buiten Amsterdam weten... Ja, Rutger Groot Wassink is een wethouder in Amsterdam. Hij doet op foto's altijd zijn best om eruit te zien als een soort Lenin, zeg maar. Ja. Die uitstraling, zeg maar, dat vastberadende, maar eigenlijk ook iets heel kils. Die had gezegd van, hij ging niet samenwerken met het... Hij zit op asielzaken in Amsterdam, dat is zijn belangrijkste ding. En daar is hij ook dol op. En hij deed ook nog iets bij de VNG, dat is de Vereniging van Nederlandse Gemeentes. Zat hij ook op dat dossier, daar was hij de voorzitter van de stuurgroep, of hoe dat maar heet. Die taak ging hij neerleggen, want hij had geen zin om met nieuwe minister Faber samen te werken. Maar hij zei ook over, in Amsterdam... Als er ministers komen uit dit kabinet, dan ben ik er niet bij. Dat zei hij. Hoe heet dat ook weer? Cordon sanitair. Ja, zoiets. Maar dan eenmans cordon sanitair. En dat is raar, want hij is ook loco-burgemeester. Dus als de burgemeester verhinderd is, dan zou hij ze moeten ontvangen. Maar dan heeft hij gezegd dat dat niet kan. En daar pakte hij me uit een Parool, lang interview. Hij had dat uitleggen en zo. En het gekke is dus dat wij, als je dat dan leest, dan denk je van, Amsterdam is gestoord genoeg, dat kan. Ja. En dat heeft hij kennelijk ook gedacht. Alleen, het gekke is nu, dat blijkt dat Amsterdam net iets minder gestoord is dan dat je zou denken. Waar blijkt dat uit? Nou, hij heeft kaart op zijn flikker gekregen, zo van, als jij wethouder wil blijven hier... Van Femke. Ik weet niet precies van wie, maar in ieder geval wel binnen het college. Terwijl ook in het oorspronkelijke artikel... zei volgens mij de burgemeester of in ieder geval het college dat, of collega's zeiden van dat ze er wel begrip voor hadden, maar het zelf niet zo zou doen. Dus die zijn dus ook, het is echt een eenmansactie van verzet die de dag later al heeft hij alweer gezegd, ik ga natuurlijk, het is gewoon mijn, als wethouder moet ik natuurlijk wel gewoon normaal doen. Dat is eigenlijk wat hij zei. Dus, want ik dacht namelijk ook van hij doet dit
dit is zijn exit, zeg maar. Hij gaat gewoon nu als martelaar. Zo kun je namelijk geen wethouder zijn. Dat moet hij ook snappen. Ja. Hij zal eruit gegooid worden en dan wordt hij directeur bij vluchtelingenwerk of zo. Ja. Dat was wat ik dacht. Maar nee, hij wil gewoon wethouder blijven. Hij dacht, ik kom hiermee weg. Of zo. Ja, het is toch absurd dat je... Dat je persoonlijke... Ja, het is echt wok. Het is bij kleine kinderen... Ik bedoel, draai het eens om. Al die PVV-stemmers die nu blij zijn dat er eindelijk geen links kabinet is. Als die zo... Nou, dat kabinet, dat moet wel even normaal gaan doen, ook snel. Want ja. Dit soort dingen, is er ook vrij snel geen blije PVV-stemmer meer, denk ik. Nee, maar hoe komt dat? Hoe komt er wat? Dat er geen blije... Komt dat door omzicht? Komt dat door... Dat het nog steeds niet op de rail staat? Nou ja, er is iets met... Kijk, op zich hoe de PVV georganiseerd is en dat het niet intern democratisch is en zo, dat is natuurlijk prima. Ja. Dat... Maar wat er wel is ontstaan, is een club waar eigenlijk niet een soort doorstroom is, zeg maar. Ik weet dat ook wel van mensen die vroeger vrijwilliger zijn geweest voor de PVV. Die zeiden ook van ja, dan was er een feestje en dan eentje mocht er dan bij zijn, maar de rest gewoon niet. En je krijgt natuurlijk voor een deel, als je dit soort beveiligingsdingen hebt. Hè? Ik bedoel, Geert die denkt niet om 19:30 s'avonds ook even een biertje met die en die drinken. Nee. Dat kan niet, zeg maar. Dan moet je een week van tevoren aangemeld worden en dan moet een route bepaald worden. En dan moet er, weet ik veel wat allemaal, het moet allemaal opgetrommeld worden. Dus dat is ook een element. Maar er is gewoon niet een gezonde sociale cultuur ontstaan. Is ook moeilijk. Hè? Gewoon de mensen die je aantrekt zijn de mensen die feitelijk bereid zijn hun schepen achter zich te verbranden. Dat zijn er niet zoveel. Mm-hmm. Maar ja, de bewindspersonen waar ze nu mee komen op Fleur Agena. Nou ja, het zijn... Fleur Agena? Fleur Agena. Ik zeg niet dat het per se slechte keuzes zijn of slechte mensen of wat dan ook, maar je hoopt eigenlijk op betere keuzes. Ja. En zeker dat extra parlementaire kabinet had juist de PVV de uitweg gegeven om bijvoorbeeld allemaal ministers van buiten de partij te zoeken. Ja, zijn ook dat toch te veel egootjes voor ja, of zo, hè? Ja. Ik vind het moeilijk. En nou gaat Bosma dus definitief niet naar de herdenking van het slavernijverleden? Nee, want de... Kom eens met je watertje. Huh? Ja, want de uitnodiging is ingetrokken van Nintzee. Ja. Het is, heel simpel. Je moet het ambt los kunnen zien van de persoon. Of het verleden van maar de persoon. Maar dat kunnen ze dus niet. En dat kunnen ze niet. Maar helemaal is dat natuurlijk, kan niemand dat eigenlijk. Is het een goed ding? Worden we gepiepeld met z'n allen? Wie zijn we? Nou, de volgers van de politiek of de vierders van het slavernijverleden. Nou, weet je wat het erg is, denk ik, is dat het is een heel klein groepje wat dus altijd zo luid is, die dit soort dingen doet. En die hebben niet het beste voor met de afstammelingen van de slavernij, zeg maar. Het zijn mensen die met een andere agenda bezig zijn. Ze zijn of bezig met gewoon anti-westers zijn, anti-kapitalistisch. Het moet gewoon stuk. Dus zodra ze iets ergens een staking kunnen steken, doen ze het gewoon altijd. Mm-hmm. En dat doen ze eigenlijk over de ruggen van, ik denk, 99% van de Surinamers. Die er helemaal niet mee bezig is wie Bosma is of wie Wilders is. In 2017, toen stond ik op de lijst voor Geen Pijl voor de Tweede Kamer, reden we door het land. En in de Belmer, alle Surinamers daar die weer vroegen wat ga je stemmen, die stemden allemaal Wilders. Echt? Ja, dus binnen die Surinaamse gemeenschap, daar is die afkeer helemaal niet zoals... Als er niemand aan de bel was gaan trekken, dan was er dat gewoon, is alleen, was gewoon die herdenking daar geweest, was gewoon plechtig geweest, Bosma was daar geweest. Dus het is eigenlijk alleen maar de activistische top die... Ja, die druk gaat zetten. Zelfs dat Nintzee uit zichzelf heeft dat niet gedaan. Die zijn op een gegeven moment ook dan in de positie dat ze dan een soort van kleur moeten bekennen. Ja. Het maakt de dingen niet mooier. Zeg maar, als je een... Ja, maar het is ook kinderachtig dat je... Ik bedoel, standaard elk jaar wordt de voorzitter van de Tweede Kamer uitgenodigd. Nu is er dan opeens de voorzitter van de Tweede Kamer die je niet bevalt. Maar de uitnodiging was al verstuurd. Ophef.
Zeg, kunnen we de uitnodiging nog intrekken? Ja. En nou gaat, dus geen afgevaardigde van de Kamer, maar nou gaat het hele, zo'n beetje het hele kabinet. Ja. 10 mensen van het kabinet. Ja, vind ik ook een rare actie op zich. Ja. Hoewel, prima. Gewoon als ze toch al van plan waren om te gaan, helemaal prima. Maar ik weet niet of ze dat al van plan waren. Ik weet het ook niet. Kun je niet checken. Maar dat je als vertrekkend kabinet, als het een politieke statement is, en die doe je nog even als vertrekkend kabinet, dat is ook gewoon, dat zijn allemaal dingen. Het maakt gewoon dat je als volk naar je bestuurders kijkt en denkt van, wat een kleuters. Ja. En had ik hier nog een vraagje aan jou, want raadslid in Amsterdam had een Antifa-t-shirt aan. Ja. En die is dat mocht niet, die is daarop aangewezen, maar zou die ook lid zijn van Antifa? Ja. Er zitten er inderdaad leden van Antifa. Ja. En is dat interessant? Nou ja, kijk, hij en dat meisje, ik ben eigenlijk altijd een Amadi. Dit is JC Anthony, ja. JC Veldhuizen. JC Veldhuizen en zij heet Amadi. Oh ja, dat staat er ook, Amadi Veldhuizen. Lijst Amadi Veldhuizen. Precies, die doen dat samen. Dat is voormalig bijeen, hè? Bijeen peurde uit elkaar. Zij waren eerst allebei uit bijeen gestapt. Nee, dat was eerst Carla Kabamba was al uit bijeen gestapt. En toen viel bijeen in elkaar. Nou goed, lang verhaal kort. Kijk, dit is natuurlijk, het is provoceren daar te gaan staan met zo'n t-shirt. Hij heeft natuurlijk tegen zijn matties gezegd van ja, ga ik doen. Ja, dat durf ik echt wel. Nou, die vinden dat allemaal hartstikke mooi. Burgemeester greep in dat deze ook gewoon netjes zei ook van ja, dit is gewoon, ik vind het gewoon kinderachtig en respectloos. Vlagvertoon mag dus niet. Ook precies. En zo. Ja, ik mag hem graag. Ik vind het op zich een leuke vent. En ik vind het ook leuk dat dit soort mensen ook in de raad zitten. Dat meen ik serieus. Maar is dat ook omgekeerd? Ja. Want ik heb altijd het idee dat linkse mensen principieel minder graag met rechtse mensen omgaan dan andersom. Ja, klopt. Klopt, maar het is ook niet leuk om de hele tijd ongelijk te hebben. Nee, zonder gekheid. Nee, het is op zich wel zo, maar linkse mensen hebben meer de neiging om iemand op basis van zijn overtuiging dan ook gewoon bij Hitler in te delen. Ja. In plaats van gewoon te denken van, nou ja, politiek zijn we niet eens, maar we zijn allebei mensen en zal ik vast wel goede kanten hebben of zo. Of ik, kijk, persoonlijk vind ik politiek echt eigenlijk helemaal niet belangrijk in de beoordeling van mensen. Nee, maar dat is dus andersom wel zo. Ja, ja. Je ziet bij linkse mensen ook wel vaker dat dat het allemaal in beton gehouden is, zeg maar. Dat er zit geen ontwikkeling meer in. Ze zijn links en dat blijft zo. Ze gaan alles uit de weg om aan het twijfelen gebracht te worden. Een beetje zoals als religieuze mensen dat ook hebben, zeg maar. En linkse mensen, op dating apps ook. Linkse vrouwen die zeggen vaak echt heel stellig van swipe mij de verkeerde kant op als je rechts bent. Ja. En conservatieve mensen zeggen dat niet. Nee. Nee, want politieke overtuiging, daar voel je uiteindelijk niks van. Nee. En daarbij, als je linkse meisjes buiten sluit, ja, dan wordt het een heel klein vijvertje waar je op een gegeven moment... Als je in Amsterdam woont. Ja. Ja. Nee, precies. En buiten Amsterdam, dat boeit weer mensen. Gewoon politiek niet zo. Die zijn er gewoon niet zo mee bezig. Daarom wordt er ook heel lang... Ja, die haten duurt het Amsterdam. Zo lang voordat democratische veranderingen doorkomen. Daarom is er nu pas een rechtskabinet. Omdat gewoon die hele provincie... Ja, weet je, die planten bomen en dat soort dingen. Ja. Die gaan gewoon stemmen op grofweg wat ze de vorige keer deden. Goed. Dat hebben we gehad. En waar gaan we het nu eens over hebben? Oh ja. Oh, Groot Wassink zei dus ook nog daarover. Ik wil niet normaal maken wat ik niet normaal vind. Nee. Wat echt een onbeschofte uitspraak is. Ik bepaal wat normaal is. Nee, tuurlijk. Maar... Ja. De regering rechts, dat is dan radicaal rechts, noemen en zo. Al dat soort dingen, al dat soort kwalificaties, het zijn altijd verdachtmakingen, een hoek op die zeer onfris is. Ja. En
Ja, het is ook gewoon, het is eigenlijk gewoon heel kinderachtig. Het is ook niet creatief. Kom eens een keer met iets leuks. Dan. Precies. Ik heb nog veel liever gewoon echt de keiharde Godwin als hij gewoon grappig is, dan dit altijd dat, oh ja, het extreem rechts. Oké, nou, extreem rechts op een gegeven moment. Je ziet ook altijd bij links, dan hebben ze zo'n termpje en dat verzinnen ze dan na 3 jaar of zo, dan is het uitgewerkt. Niemand boeit het nog, zeg maar, om zo genoemd te worden. Nou, dan komt er weer iets nieuws en dat is dan weer erg. En dan, het slijt allemaal, het is een degeneratie van de taal. Het is liefdeloos naar de taal toe. Kom gewoon met iets leuks. Ja. Wees gewoon creatief. Nou, groot nieuws uit Israël. Namelijk. Ja. De ultra-orthodoxe Joden moeten in het leger. In het leger. Ja. Die waren altijd uitgesloten. Ja, waren uitgesloten net als Arabische Israëlieten. Ja. Nou, hadden niet de plicht. Er zijn wel Arabische Israëli's die dan zo... actief ervoor kiezen om in het leger te gaan. Maar ik hoorde daarvan op, want het zijn natuurlijk wel de mensen die vinden dat zij de meeste rechten hebben, maar ze weigeren dus die rechten echt te verdedigen. Ja. Maar... Nou ja, kijk, het ding is, zij zijn geen Zionisten. Die orthodoxen, die vinden dat... Die hoeven geen eigen staat. Die vinden dat God hun eigen staat gaat geven. Dat staat in de geschriften en dat wachten ze rustig af. En in de tussentijd doen ze gewoon hun eigen gekke dingetje in een klein clubje. Want het zijn er niet zoveel. Maar als je ze ziet, ze zijn niet met veel, maar ze zijn wel allemaal samen. Ja, en ze zijn altijd een beetje schichtig of zoiets. Ja. Als je ze spreekt, dan spreekt altijd iets uit van dat ze ervan uitgaan dat je hun afkeurt. Ja. En ook de orthodoxen bijvoorbeeld, die woonden daar, goed deels, die woonden daar gewoon nog steeds. Hè? Die zijn er ook niet naartoe verhuisd. Oké. Dus bijvoorbeeld in de 19e eeuw... Die wonen daar al 2000 jaar. Ja. Ja, okay. Ja, niet alle Joden zijn vertrokken. Kijk, we hebben nu dat verhaal wat nu gepusht wordt, is dat Israël was min of meer leeg, behalve dan dat er Palestijnen woonden. En toen kwamen de Joden, die na 2000 jaar besloten weer te gaan wonen waar ze vroeger woonden. Maar dat is niet zo. Het grootste gedeelte van het land was tamelijk leeg. Er waren wat Bedouinen en je had wat steden. En in die steden woonden Joden. En dat was bijvoorbeeld in Jeruzalem in 1850 was dat gewoon een meerderheid. 60% was Joods. Alleen de moslims waren de baas. En dat was 20%. Die anders 20% christenen. En samen onderdrukte die de Joden. Ja. Dat was een beetje de... En die Joden waren allemaal van die orthodoxen. En dat zijn mensen die niet... Ja, die vertrouwen op God om het beter te maken. En zolang dat niet gebeurt, dragen ze dat lot, zeg maar. Mm. Ik weet ook niet of je er heel veel aan hebt in het leger. Nee, maar wel gelijke monniken, gelijke kappen. Ja. Vind ik. En Netanyahu heeft ook dat oorlogskabinet ontbonden. Ja, ik snap daar allemaal niks. Ik snap het allemaal niet. Zo volg ik die politiek niet. Nee. Dat... Nou ja, moeten we het even hebben over statiegeld op blikjes? Ook weer zo'n linkse droom? Ja. Dat veroorzaakt echt zoveel troep. Ja. Zeker in gebieden waar mensen nog met vuilniszakken op straat zetten. Het is gewoon een teringzooi. Nee, en ik moet zeggen, kijk, als ik op een gegeven moment mensen over de vloer heb gehad of zoiets en ik heb een 30 blikjes, dan ga ik ze terugbrengen, want dat vind ik te veel geld. Maar die 1, 2, 3 per dag of zo, die ik zo eens opentrek, die gaan gewoon in de vuilnisbak. En de reden is niet... de reden is gewoon dat het gewoon vies is. Ja. Je komt met zo'n hele vieze zak met allemaal plakkerige restanten uit die blikjes, kom je dan bij de Albert Heijn. Nou, tegen de tijd dat je die er allemaal in hebt, wil je je handen wassen. Nou, er is geen kraan daar, er is geen zeep, er is helemaal niks. Dus vanaf dat moment ben je dus bezig met vieze plakkerige handen met je boodschappen te doen en zo. Dat wil gewoon niemand. Je moet gewoon die blikjes thuis eerst even omspoelen. Ja. Ja. En je mag ze ook niet klein maken, hè? Ze moeten wel een soort blik... Ik heb nog nooit iets teruggebracht qua statiegeld. Ja. Nee, het is gewoon afschuwelijk. En kijk, voor mij gaat het werken zodra... Bij iedere Amsterdammer thuis, of zeg maar, of in de hal van het appartementencomplex waar je woont, naast de lift, als je het daar erin kan doen.
Als je daar in de automaat kan doen en dan desnoods gaat het geld naar een goed doel of zoiets. Want... Ja, of dat je het in de parkeerautomaat kan doen. Maar dat verzamelen, dat in een tasje doen en dat vieze, kleverige troep. Nee. Daarom kocht ik altijd blikjes, omdat ik dat met flesjes al vervelend vind. En flesjes die staan dan eventueel nog in een krat rechtop. Of die hebben een dop die je er weer op kan doen. Ja, nee, het is allemaal vreselijk. Wat een saaie week was het eigenlijk. Kankerpatiënten met lager inkomen krijgen minder vaker behandeling die ze kan genezen of het leven kan verlengen. Ja. Ja. Is dat niet met alle ziektes? Hoe rijker je bent, hoe beter je het kan behandelen? Nou ja, ik weet niet. Ik heb het artikel niet gelezen. Het kan natuurlijk een paar dingen zijn. Hè. Kijk, mensen onderaan de sociale ladder, die zijn vaak wat minder assertief. Dus die, die worden met alles wat makkelijker gepiepeld, denk ik. Ja. En inderdaad, natuurlijk mensen die... Kijk, mijn neefje die had een hele zeldzame vorm van kanker. En die heeft, ik ga het allemaal niet uitleggen, maar die heeft uiteindelijk in Duitsland een experimentele gentherapie ondergaan. En daardoor leeft hij nog. Maar dat kostte €70.000. Ja, dus ja, als je dat geld niet hebt, ga je dat ook niet doen. Dat is heel simpel. Nee, maar dat daar gaat dit denk ik alleen niet over, denk ik. Nee, maar het is gewoon logisch en niet per se nieuws. Rol van inkomen bij het behandelen van kanker. Ja, dan zie je dat hoge mensen met een hoog inkomen beter worden behandeld. Boeien. Ja. Ik weet het gewoon niet helemaal. Ja, ik weet wel dat de manier waarop je in het ziekenhuis behandeld wordt, is voor een deel afhankelijk van hoe je er zelf bovenop zit, meedenkt. Ook je erin verdiept, met dingen komt van en dit dan en hoe zit dit dan en weet ik van wat allemaal. Dus nu en dan eens een keer je gewoon zeggen van ja, maar dit moet je me echt of beter uitleggen of we gaan dit echt niet doen, dat soort dingen. Ja, dan krijg je gewoon een andere, dan word je anders behandeld. Dat is logisch, maar dat geldt voor alles, zeg maar. Dat geldt ook als je een nieuwe tv gaat kopen. Als jij gewoon je er niet zo mee bemoeit, dan krijg je gewoon wat de verkoper het liefste kwijt wil. Ja, dat is vaak een dure, toch? Ja, of gewoon juist een hele slechte. Ja, dat was een hele lelijke kleuren, kutgeluid. Werknemers van de Amsterdamse online bank Bunk, ik wist niet dat die Amsterdam was, bekeken salarissen van collega's of bespioneerde ex-geliefden. Ja. Alles stond altijd open. Ja, niks menselijks is die banken vreemd, hè? Nee, ja. Hoe erg zou jij het vinden als iemand... Ja, kon zien wat er op je rekening staat, waar je het aan uitgeeft. Ja, mijn banken zien dat inderdaad allemaal. Ja. Ja. Ja, precies. Maar als bijvoorbeeld iemand die jij kent bij de bank werkt en die kan dan zien van God, Matthijs, die heeft dat gepint en die heeft daar geld naar overgemaakt. Ja, ik snap dat het niet moet en dat het niet moet kunnen en dat het evil is en zo. Maar het zou me persoonlijk ook echt jeuken gewoon. Rekening gluren heet het. Nou, fantastisch. Ja, ik snap ook niet wat... Ja, oké, dan bijvoorbeeld je ex-vriendin. Nou ja, die heeft dan gepint bij de Jodenbreestraat. Ja, en dan? Ja, en dat ze dan nog een gezamenlijke rekening met haar ex had. Dat soort dingen. Kom je dan achter? Kan ook. Oh, om je huidige vriendin? Ja, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, dat soort dingen. Dat duurt wel eens even voordat het... Het is niet makkelijk om een gezamenlijke rekening op te zeggen in je eentje, zeg maar. Nee, je hebt er de hulp van je ex bij nodig. Dus als dat gewoon heel zuur is, ja, dan op een gegeven moment dan denk je van oké, de rekening is leeg. Ja. Ik heb het geprobeerd, laat maar. Dan heb je een gezamenlijke rekening met iemand. En die gaat dan ook niet meer weg. Dat gaat niet vanzelf weg of zo. Superleuk. Zie jij nog iets leuks? Wat ik wel grappig vond, was een bedrijf in Texas. Die had om... daar vieren ze ook de afschaffing van de slavernij. Ja. En daarom
Omdat vier had hij watermeloen en kip getrakteerd. Ja. En dat is aan de ene kant heel stereotypachtig en weet ik veel wat allemaal. Maar het is toch ook gewoon heel erg... Maar tegelijkertijd, je houdt... Doelgroep gedacht. Ja. Ja. Ik bedoel, je gaat toch ook geen kipsaté aan een veganistische verjaardag geven? Nee. Nee. Nee, precies. Ja, als je National Vegan Day zou vieren op je bedrijf, dan doe je dat ook niet met... Nee. Die pro-Palestina kliek, hè? Die zit toch ook altijd met watermeloen? Ja, die doen ook een watermeloen. Is dat geen cultural appropriation? Ja, maar volgens mij doen ze dat meer omdat de kleur het meest op de Palestijnse vlag lijkt. Dat bij cultural appropriation het uitmaakt waarom je het doet, toch? Dat is waar. Dat er eigenlijk mensen van kleur dat alleen maar mogen doen, die watermeloen erbij. Ja, ik weet het dus niet. Ik weet niet wat het. Ik weet nooit zo wat het probleem is met watermeloen. Watermeloen wist ik ook eigenlijk nooit dat kennelijk een dingetje was. Dat mensen van kleur watermeloenen lekker vinden. Ja. Sinds ik dat wel weet, heb ik alleen nog maar mensen van kleur gesproken die dat bevestigen, zeg maar. Oh ja. Bijvoorbeeld, hè? Ben ik van kleur? Nee, jij bent echt. Ja, als het dan kleur is het een beetje groen-wit. Ja, en ik. Lust dus geen watermeloen. Nee, dus dat klopt al. Dus dat klopt, ja. Ja. Oké, maar dat is het omgekeerde. Ja. En kip, ja, zuur. Ja, gaan naar... Ben je wel eens bij Kwaku geweest? Nee. Nou, Kwaku is supergezellig. Dat is echt, dat zijn Surinamers op hun leukst. En wat kun je daar kopen voor hapjes? Kip, 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 kip. Ja. Is er niemand die die biefstukje staat te bakken, hoor. Nee, het is allemaal kip... Blikje cola erin. Nee, Fernandez, toch? Volgens mij voor cola. Okay. Bier kan ook. Ja. Ik vraag me dan altijd af, die verf van dat blikje en zo. Is dat nou echt gezond? Omdat... Het zit aan de buitenkant, hè? Ja, want dat hele blikje gaat zo in zo'n... Een open blikje gaat zo midden in die kip. En dat verdampt dan langzaam. Echt? En zo. Op die manier? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Ja. En dan denk ik ook van, ja, maar als je cola verdampt, wat komt er af? Gewoon waterdamp, niet coladamp. Wat maakt het uit of je cola neemt of bier of wat dan ook? Nou, maar het is hetzelfde als je wijn in het eten gooit of in je jus, dan... Ja, uiteindelijk blijft het lekkere in de saus zitten. Ja, maar als je dat hele blikje erin zet, dan blijft dat lekkere dus onder in het blikje zitten. Ja. Misschien zitten daar gaatjes in? Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik denk dat mensen dat wel in de comments kunnen vertellen, dat toch? Denk ik ook. Er is een nieuwe regel in Duitsland. Als je migrant bent en je wil een Duits paspoort, moet je het... Trouw zweren aan Israël. Ja, moet je trouw zweren aan Israël. Zo kan je het samenvatten. Oké. Je moet, you must support Israel's right to exist. Oké, dus je moet ervoor uitkomen dat je zionist bent eigenlijk. Ja. Oh, dat is wel lastig, want dan kun je al gelijk niet op de UvA studeren. Nee, maar die hebben ze niet in Duitsland. Nee, maar je kunt van als Duitser wel op de UvA studeren. Oh ja, dat is wel waar. Ja. Ja, ik vind het lachen goed. Ik zo. Weet het niet eigenlijk. Ja. Ik vind het zo raar altijd. Ik vind het is een beetje belerend, hè? Kijk, wat ik... Het moeit... Ook met dat hele Bosma-verhaal. Het probleem wat ik ermee heb is dan van... Ja, ze willen dan excuses voor eerdere uitspraken. En de vraag die ik dan altijd heb van... Moet hij ze ook menen? Ja. En wat zijn excuses waard als je ze niet meent? En hoe controleer je of iemand zijn uitspraken meent? Nee, precies, dat is dan... Ja. Dus feitelijk, excuses eisen, dat is zo... Ja, dat is zo zinloos, daar heb je zo niks aan. Excuses moeten intrinsiek uit jezelf komen. De vraag heeft gewoon nooit zin. Nee, dat is... Nou ja, oké, je kunt tegen je kinderen, zeg maar, als je die opvoedt, dan kun je wel zeggen gaat er nu naartoe en je geeft dat ding terug wat je gejat hebt en je zegt van het spijt me dat ik gejat heb. Maar je hebt ruzie met je vriendin en je zat fout en dat je vriendin dan gaat zeggen, ik eis nu een bosje bloemen van je. Ja, maar iedereen in een relatie die weet wel, op een gegeven moment dan leer je wel dat je gewoon sorry tegen je vriendin zegt, want dan kun je weer verder. Ja. Ik denk dat sorry's binnen relaties zelden gemeend zijn. Dat is gewoon, dat is gewoon om het gezeur te stoppen. Ja, dus gewoon snel sorry zeggen, dan is het gezeur eerder afgelopen. Ja,
Ja. Als je dan sorry hebt gezegd, dan is de vriendin in kwestie vaak ook nog wel weer zo dat ze dan zegt, ja, ik was misschien ook al een beetje overdreven. Nou, ja, en dat komt een dag later. En wij weten allemaal, het enige probleem was dat jij overdreven was. Maar goed. Ja, en dan ben je eruit. Ja. Tommy Robinson. Ja, ik weet er eigenlijk weinig van, maar hij werd gearresteerd in Canada. Ja. Omdat hij waarschijnlijk een opruiende lezing gaf. Nee. Nee? Heb jij daar... Nou ja, ik opruiend. Hij is natuurlijk een omstreden figuur. Ja. Maar ik heb één lezing van hem gezien, dat is op de Oxford University. En dat is volstrekt coherent verhaal. Ja, maar hij is... En het is niet... Het is een islamactivist uit Groot-Brittannië, even voor de duidelijkheid. Een anti-islamactivist zou ik zelfs durven zeggen. Nou, dat, om het iets te nuanceren, ga ik daarmee op. Hij heeft ooit de hoe heet dat zo? Nee, ik ben vergeten. Een redelijk extreemrechtse organisatie opgericht. Die bestaat ook nog steeds, maar daar is hij dan weg. Ja. Hij doet Rebel News. Hij is gewoon de man die... Die als bijvoorbeeld moslims dan gaan demonstreren bij terugkeer van op de Veteranendag. En de veteranen gaan toeroepen dat ze moordenaars zijn en weet ik veel wat allemaal. Dan gaat hij dan ook een demonstratie organiseren. Die in principe veel minder hatelijk is. Ja. En dan wordt hij weggestuurd. En dat is, daar legt hij toch iedere keer wel mee bloot, op een, denk ik, veel sympathiekere manier dan bijvoorbeeld een Wagenveld die dan zijn Koran moet grillen bij zijn speklapjes. Hij komt gewoon ook überhaupt beter uit zijn woorden. Ja. Maar hij werd ook, dat was een filmpje, hij werd ook niet gezegd waarom hij werd gearresteerd, maar wel, als u nou meekomt, dan zullen wij u wijzen op uw rechten. Ja. En werd geboeid en riep hij nog, ik loop zelf wel, want hij werd eerst een beetje zo gedragen. Ja, en ook door twee agenten in burger, hè? Ja. En dan nog weer drie gewone agenten erbij. Dus, maar hij heeft dus de hele tijd dat soort dingen. En als je er naar kijkt, dan denk je wel, hij heeft gewoon elke keer wel gelijk. Ja. En hij lijkt me ook niet onsympathiek eigenlijk. Gewoon, nee. Het lijkt me... Maar ja, je vraagt je wel af ook van waarom... Hij was ook van Twitter verbannen en Musk heeft hem weer reinstated toen Musk de baas werd. Ja, dat verbaast me ook niks. Nee, dat is een, ik heb er verder ook niks over te melden. Nou, dan zag ik nog een berichtje over Rosanne Hertzberg, maar die was gecanceld. Die man... En dat is wel heel grappig, hè? Want zij is zelf een geliefd cancelaar van adverteerders van Geen Stijl. Tweede Kamerlid Rosanne Hertzberger van Nieuw Sociaal Contract zegt dat ze donderdag niet welkom is bij een congres in Amsterdam over de zorg voor transgender personen. Oh. Ze wilde naar eigen zeggen langskomen om te luisteren. Ja, maar als ze nou, kan ze niet eerst excuses aanbieden voor eerdere uitspraken van haar? Ja. Ja, die moet je dan eisen. Ja. Maar waarom ze... Dan kun je in ieder geval wel meeluisteren. Maar waarom ze geweigerd is, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Nou ja, zij is best... Christelijk. Toch? Jawel, zij is... Nou ja, zij is in ieder geval wel van zij is volgens mij wel kritisch op het transgender dossier. En kritiek daar, dat is haat of fobie. Dat is tegenwoordig zo. Ja. Want het is natuurlijk een gemarginaliseerde groep, dus ze zijn allemaal heel erg zielig. Dus je mag er niks van vinden. Je mag er alleen maar voor klappen. En dat doet zij niet, dus ze is niet welkom. Maar het is zo... Ik snap het al. Over het congres is veel ophef. Een van de sprekers is Hilary Cass. Ze leidde een commissie die onderzoek deed naar de Britse transgenderzorg. Het kritische rapport werd in april gepubliceerd. Cass concludeerde dat artsen te weinig bewijs hebben om vast te stellen of iemand transgender is. En dat er ook geen informatie is over de beste behandeling. Ze is kritisch over het gebruik van puberteitsremmers. En belangenorganisaties voor transpersonen vinden dat dus weer... die gaan dan weer tegen demonstreren dat
zo iemand daar een podium krijgt. Ja, iemand die gewoon onderzoek heeft gedaan en feiten komt vertellen. Ja, ja, dat moeten we niet hebben. Maar waarom... En dan mag je dus als minister niet, als beoogd minister niet naar komen luisteren. Van wie niet dan dus? Ja, van die demonstrerende... de universiteit zegt dat deelnemers van het congres vrij uit met elkaar moeten praten. Ja, bla bla bla. Ja, ze is gewoon niet welkom, maar het Nederlands Dagblad zegt niet waarom. Dat is natuurlijk ook een christelijke krant, dus... Ja, ja, zij is echt best wel religieus in op... Nou, echt boeien. Zullen we ermee ophouden? Dat is denk ik wel het beste. Ik had nog een heel leuk bericht over waarom albatrossen nooit moe worden van dagenlang zweven. Ja, dat is gewoon omdat ze de aerodynamica heel erg goed beheersen. Ze kunnen heel goed een beetje klimmen en dan weer dalen en dan zo dagen doorgaan. En dan hebben ze ook dat ze dan slapen en dat dan de helft van de hersenen uitgaat. Net als dolfijnen en zo. Ja, nee, dat stond er inderdaad in dat ze... Ze hebben een soort microslaapjes. Dus, maar dat was best wel weinig. Dat ze op 24 uur drie kwartier sliepen. Maar gewoon elk uur een paar zetten ze zichzelf even uit. Ja, je hebt natuurlijk slaap nodig. Slaap is onderdeel van het verwerken van de indrukken die je maakt. Maar als je daar alleen maar een beetje de lucht hangt, dan zijn dat er ook heel weinig natuurlijk. Ja. Even kijken, ik heb gelezen hoe lang ze dat deden. Maar ja. Maar volgens mij zwaluwen, die zijn zodra ze vliegen, die blijven 2 of 3 jaar vliegen. Ja, echt? Nou, of misschien niet, maar dan heb ik het wel een keer gehoord. Ja, maar ik geloof je wel, hè? Nee, maar ik weet niet per se of het klopt. Nee. Nou, dat is een heel leuk artikel in het NRC. Nou, dat zeggen we niet vaak. Nee. En ja, het is gewoon altijd, ja, dat er wordt uitgelegd waarom beesten al dan niet moe worden. Vind ik gewoon boeiend. Ja. Ja, wat ik wel grappig vind, je hebt dus de remslaap. Ja. En de remslaap, dat kun je zien doordat dan je ogen heen en weer gaan. Mm-hmm. Dus je ziet dat achter je oogleden bewegen. En dat hebben alle dieren, die hebben een remslaap. En de theorie is dat als je dat doet, dat je brein bezig is met het schiften in van dit gaan we onthouden en dit gaan we vergeten. Het is gewoon linker, het is gewoon... Ja. Er is één dier die geen remslaap heeft. Een soort miereneterachtig ding. Maar die heeft ook kolossale hersenen. Dus de theorie is ook dat hij gewoon niks vergeet. Oh. Gaaf, dan moeten we die... Dit is een documentaire, die heb ik ook alweer 30 jaar geleden een keer gezien. Dus wat ik er ondertussen bij heb verzonnen, dat weet ik eigenlijk ook niet. En of het nog steeds up-to-date is, weet ik ook niet. Ja, albatrossen vliegen dus het liefst tegen de wind in. Dat biedt ze het meeste voordeel, aerodynamisch. Ja, dat is ook gewoon heel recalcitrant. Ja. Heel mooi liedje, Albatross, van Peter Green's Fleetwood Mac. Oh ja, meestal slapen die in de lucht, maar ze slapen met één hersenhelft tegelijk. Dus ze slapen dan met de helft van het brein. En dat wisselen ze af. En heel soms verlangere glijvluchten met het hele brein. Nou ja, daar eindigt het artikel mee. Ja, en dat doen volgens mij dolfijnen doen dat ook. En er zijn wel wat meer dieren. Ja. Goed. Leuk, hè? Mensen, ik denk eigenlijk dat we misschien ook... Misschien is een excuus wel op zo'n plek. Ik geloof dat we dit beter een... Beter niet hadden kunnen doen, hè? Ja, in ieder geval gewoon veel meer slaap. Gewoon eigenlijk dit debat vannacht. Ik had het gevoel dat ik er naar moest kijken. Want ik was heel erg... Ik had de overweging dat misschien ik in een bubbel zit... waarin Biden de hele tijd gepresenteerd wordt als een vastlopende, oude, demente man. Ja. Maar misschien klopt mijn bubbel niet. Ja. Dat vond ik dat eigenlijk... Dat hij je zou gaan verrassen. Dat hij me zou verrassen. Zoals hij me eigenlijk ook een beetje met de State of the Union toch nog wel verrast. Hoewel ik het ook wel gewoon... Zo goed was het nou ook weer niet. Nee, maar dan wordt er veel geklapt en dan denk je, oh, dat is goed. Ja, maar inhoudelijk natuurlijk, achteraf, dat hele debat, inhoudelijk ging het nergens over. Nee. Er zat niks in waarvan je denkt van, oh, Trump heeft nu gezegd dat hij dat gaat doen. Dat had ik niet verwacht of iets dergelijks. Nee, je weet alles al. Je zat alleen maar te kijken van, hoe is Biden eraan toe? Het is niet best.
En ik had er ook eigenlijk niet voor wakker hoeven blijven. Dit had ik gewoon vanochtend gewoon eventjes kunnen... Nee, ik had de wekker even gezet, maar ik had het er heel moeilijk mee. En ik ben er een beetje sluimerend weer doorheen geslapen. Ja. De interessantste de stukken waren trouwens als Trump aan het praten was. En dan zag je zijn gezicht ernaast. En ja. Dat was niet het gezicht van een man die nog ergens, die er nog bij is of iets dergelijks. En dan daarna dan kwamen de woorden uit zijn mond die grofweg wel over het onderwerp gingen. Dat is iedere keer fascinerend. Ja. Goed, dat was het. Dat was het. Tot volgende week, dan is hij weer langer. Ja. Nou, tot ziens. Dag.